Mooie plaatjes. Hallo, dit is CWTV met Eyoubze. En ik ben Eyoubze. We gaan het hebben over de voetbalplaatjes van Albert Heijn. Ja, het zijn echt mooie plaatjes. I'm just a sucker, I'm like Stevie Wonder, but I can't see things. Oh, wat zijn ze mooi, de voetbalplaatjes. Ik zie dat fijn hoor. Wie zijn jullie? Abdel. Salim. Wat vinden jullie van de voetbalplaatjes? Leuk. Heel erg leuk. Komen jullie hier vaak bij de Albert Heijn? Ja, om wat te kopen. Ja, en we krijgen ook voetbalplaatjes. Hebben jullie al heel veel voetbalplaatjes? Ik heb boekvollen en nu spaar ik ze niet meer. Nou, ik heb een hele grote stapel. Hebben jullie nu voetbalplaatjes bij jullie? Paar. Kunnen jullie die laten zien? Je lief is met een ander. Je voelt je rot. Je wilt jezelf veranderen, maar je weet dat dat niks wordt. En je piekert en je piekert en je piekert en je komt al vlak. Wat vind je van deze meneer? Goed, en hij kan ook goed spelen. Hij kan ook goed spelen, deze man. En deze kan ook goed spelen. Ja, zit je familie op voetbal? Nee. Nee, maar zit jij wel op voetbal zelf? Ik ga. Mag ik vragen waar? Sparta. Dat zijn wel flink mooie kaarten. Ja. Hoeveel kaarten heb je eigenlijk daar? Nou, iets van 200. Het is wel veel, hè? Ja. Oké, we gaan nu het spel spelen. Handje klap. Kijk, als alle twee de kaarten aan de voorkant zijn, dan heeft hij gewonnen, want hij is voorkant. Now I'm of consenting age to be forgetting you in a cabaret somewhere downtown where a burlesque queen may even ask my name. Als alle twee de kaarten aan de voorkant zijn, dan heeft hij gewonnen. Want dan is hij de voorkant. En als al de twee kaarten bij de achterkant zijn, en dan heb ik gewonnen, want ik ben de achterkant. Niemand heeft gewonnen, want al de twee de kaarten staan niet op de voorkant en ook niet op de achterkant. Dus niemand heeft gewonnen.